Ja, yo, what up, gasten, en welkom. In godsnaam, ik heb er net opgenomen, alleen jullie hebben gewoon nu heel veel gemist. En ik zal je uitleggen hoe dat kan. Het is nogal kut eigenlijk. Ja, zo simpel. Oké, zo. Er zit iemand voor mijn huis. Ja, er zit iemand. Oh, hallo. Hallo. Kijk, hallo. Oh, 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 what the fuck. Nee, jongens, dat doen we niet. Er zitten hier mensen voor mijn huis die willen naar binnen. Pak die jongens hoor zo. Nou, in ieder geval, ik zal even wat uitleggen, want... Oké. Nou, zo, dat lijkt me nergens op. Ik wil geen huis trouwens. Maar, ja, ik had dus een huisje gemaakt. En een vlog. Oh, oh, wat de fuck? Komt hij naar binnen? Nee, dat doe ik niet. Kan je daar naar boven in? Oké, ja. Dat is kut. Leuk, als een video denk je, hé, leuk, we gaan de video een keer positief beginnen. Niet richting het strand. Daar is mijn huis. Want ik was dood gegaan. Had ik opgenomen. En eigenlijk weet je wat, fuck it. Ik stop even hier. Kijk er maar even naar. Eigenlijk is het zeker skill waardoor dit gewoon modder is. En welkom terug. Zoals je hoorde mijn stem helemaal niet. Zoals je hoorde mijn stem helemaal niet. De ironie in zo'n zin. Ah, ik dacht dat het vastgelopen was. Ja, mijn huis staat hier ergens. Nu mijn nieuwe huis. Want ik heb mijn oude huis kwijt. Ik weet niet meer waar hij is. Ik ben dood gegaan. Jee, alles opgenomen. Alleen je hoort het al. Het is gewoon heel kut gegaan met de audio. De audio werkt niet echt mee. En als de audio niet meewerkt, het geluid van mijn microfoon stond zachter dan het geluid van het spel. Ik weet niet of dat de bedoeling is met dit soort dingen, maar ja. Ik weet wel dat ik heb gepraat over bijvoorbeeld een Minecraft server. Wat blijft mijn huis daar? Okay. Ik heb bijvoorbeeld gepraat over de Minecraft server. Ja, de Minecraft server, nou toepasselijk zou ik hem dan... hoe gaan we die noemen? Voor nu noem ik het even project Banjo Town of zo. Ik weet niet. Want ik wil merken dat het heel erg geliefd is om een Minecraft server te hebben. Dus ja, dan denk ik. Wat? Hoezo game over? Hoezo game over nou? Wat de fuck gebeurt mij? Oké, nee, die kan ik niet hebben. Ik weet niet. Ik weet niet of de servers heel geliefd zijn, bla 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 bla. Ik heb versie 1.8.1. Ik heb nu nog zoiets van... Ik ga hier gewoon nog verder oefenen. En dan uiteindelijk gaan wij op de server met z'n allen spelen. Klinkt jullie dat leuk? Ja, nee, jullie kunnen niet reageren. Klinkt jullie dat leuk? Klinkt jullie dat leuk? Klinkt jou dat leuk in de oren, Bardo? Bij het water staat mijn huis. Poging nummer 2. In ieder geval, ik hoop dat je snapt dat ik oorspronkelijk een stukje heb opgenomen, heel kut, bla bla bla. Maar ik heb nu wel een huis aan het water. Laten we even kijken, want we gaan met de stok niet heen. Ik vind trouwens de stijl van Minecraft wel leuk, moet ik eerlijk toegeven. Dat blokken we wel, weet je wel. Daar koop je niks voor, ja, of niet? Hallo? Hallo? Oh leuk, mijn Minecraft loopt al. Zo, wat gebeurt er ons? Ik ben opgevallen. Oké. Okay. Eigenlijk ja, gebeurt het soms, dus de tweede keer pas. Daar. Zou ik daar zijn? Dat ik hier de verkeerde kant op loop. God, er zit een gat in de grond. En klopt het ook dat elke Minecraft wereld er anders uitziet? Dat er geen enkele Minecraft wereld dezelfde kan zijn van? Dat is heel stoer. Ik snap toch... Hey, konijn in het water. Zo hardcore ben ik. Wat heb jij vandaag gedaan? Nou, niks. Ik heb een soort van... Ik heb een ei in het water gegooid. Haha.
Moet je kijken hoeveel stranden ik heb. Dat is één. Daar verderop zie je deel 2. Dit is een derde strand. Bij de fucking schaap in het water. Holy fuck. Wat is mijn wereld van Minecraft cool? Mijn wereld van Minecraft is gewoon een schaap in het water. En hier nog een strand. Ik zie daar nog een strand. Fuck dit, weet je wel. Nee, ik heb echt gewoon zoiets van wow. Ik heb het gevoel dat ik helemaal veel geld heb gekregen. Ik dacht echt bij mezelf. Ik kies een huis uit dat dicht bij het beginpunt zit. Het is ook stom van mij, want ik had het huis gemaakt overdag. Toen was het nacht. En nu kan ik geen fakkels op plaatsen. Want ik denk als ik een fakkels op zou plaatsen ofzo. Torches. Maar ja, ik noem het trouwens geen torches. Vind ik heel kut. Torches. Dat klinkt heel erg alsof ik fan ben van Thor. I'm Thor, King of Asgard. Well, I'm Bardo Ellis. Johnny Woody Woody from fucking Adventure Town. Ja, natuurlijk. De koning van Banjo Town wordt, als ze dit gaan maken, wordt natuurlijk koning Woody Woody. Hoe kan het ook anders? Ja, dan maken we een hele stad. En dan maken we ook, als de Banjo Town server komt, sta ik erop dat we een gevangenis maken waar we een egel in zetten. Hebben ze egels? Ik hoop dat er egels zitten in Minecraft. Ja, dat is helemaal bijzaak. Waar komt Alfred de Steen? Waar is het? Net als bijzaak is, dan ga je het doen over door. Ik heb geen idee. Ik heb hier net wat geweest. Dus dan zou mijn huis in die kant moeten zijn. Oh, waarom heb ik dit nou? Waarom? Kan je niet gewoon een video beginnen Bardo waarbij het overleeft? Is dat zoveel gevraagd? Oh, la. Waar is mijn huis? Ik voel me net een zwerver eigenlijk. Dit was mijn huis! Mijn huis is weg! Godverdamme! Al mijn geld op de DSB-bank! Ging failliet! Ik ging verhuizen naar Griekenland! Ging failliet! En ik zet al mijn geld maar op Rusland met het EK! En als voor de zekerheid Nederland! Eén van die twee landen moet winnen! Nou, lekker dan, hè! Nou, dan steed je dan met je geld. Wat de fuck is dit dan? Is dit een ondergrondse wereld? Niks is ondergronds voor mij. Haha. Oh ja. Ik ken het wel met jullie. Allemaal tuig. Ik weet nog toen mijn zusje zwanger was. Toen heb ik haar vermoord. Kut hoor. Ik heb het nooit gemogen. Jezus man. Mensen klikken deze video aanval op en die denken dat ze een professionele iemand gaan zien op Minecraft. Nou nee, je ziet mij. Ik ben op zoek naar mijn huis. Ik sla een schaap wanneer ik er zin in heb. Meer dan dat gebeurt er ook niet hoor. Ha, wat een leuke stem. Wacht eens, zie je daar nou iets verbouwd? Is dat daar mijn huis? Is dat daar mijn huis? Nee, dat is niet mijn huis. Oh, dit is een schapenzwembad. Kijk, nog eentje erin. Oké, is goed mis. Dat valt. Wat de fuck is dat? Wat de fuck ben je? Een varkentje. Hallo varkentje. Kan je mij de weg naar huis wijzen? Die kant, dankjewel. Nog een schapenzwembad. Oh, ik ben Sneeuwwitje. Oh, ik ben Sneeuwwitje. Hallo koeien. Met water in. Hup. Dan niet. Oh, ik ben Sneeuwwitje. Wat ben ik blij. Oké, ik denk eigenlijk dat dit, als ik echt door ga zoeken nu naar mijn huis, dat deze hele video eigenlijk vrijwel ondraaglijk gaat worden. Oké, mijn Minecraft hier. Ik doe niks en ik ga toch die kant op. Ik ben Aladdin. Eigenlijk niet, Aladdin heeft niks te maken met Aladdin. Niks, helemaal niks. Maar toch zeggen we het. Zolang mijn spullen maar in mijn huis liggen, vind ik het goed. Ik ben gestorven bij mijn huis.
Inderdaad. Twee keer op rij ben ik gestoord bij mijn huis trouwens. Ik ben lekker bezig deze video. Ja. Ja, ja, ja. Dit is een soort inception eigenlijk. Fuck de rest. De dood in de dood met de dood door de dood. Zo'n video is dit gewoon. Eigenlijk niet. Dit is gewoon totale onzin. Ik probeer deze hele video vol te wanhoop vol te praten. Niet gewoon vol te praten. Oh, wie gaat er zwemmen? Jij gaat zwemmen. Goddammit. Ja, weg. Maar ja, in ieder geval. Dit is een boom. Fucking zweef. Wat een basisboom. Zal maar zo'n boom in je achtertuin hebben, weet je wel? Een boom die aan het zweven is. Ah, goddammit, waarom zit ik het ervoor? Ga ik hier gewoon op de boom slaan? Het is eigenlijk best wel hard, kijk eens wat ik aan het doen ben. Oh, je bent op de boom aan het slaan, zodat je hout krijgt, Bardo. Nee! Waarmee sla ik op de boom? Wat ga ik nu doen? Oh, ik sla met boom op boom. Dat is toch hard? Dat is eigenlijk heel erg lullig wat ik doe. Dat kan je gewoon niet maken. Want dat is hetzelfde als dat je met een mensenlichaam op een mensenlichaam gaat slaan om het mensenlichaam kapot te krijgen. En daardoor meer mensenlichamen. Bardo, die referentie van de mensenlichamen snap ik niet helemaal. Maakt niet uit. Want mensenlichamen op mensenlichamen slaan is wel wat anders dan bomen op bomen. Of niet? Nou nee, eigenlijk wel. Het is gewoon eigenlijk hetzelfde. Punt. Ja, dat wou ik even zeggen. Want eigenlijk wel. Jij weet niet zeker of de boom waarmee ik nu op deze boom aan het slaan ben, familie was van elkaar. Hoe lullig zou dat zijn? En ik bedenk me nu ook net. Stel je wordt doodgeslagen door mensenlichamen. Please, laat het me dan een vuist zijn of zo. Echt waar, want ten eerste, dat doet minder pijn en je bent sneller dood. En ten tweede, er zijn ook nog mannelijke lichaamsdelen waar ik liever niet doodgemaakt wil worden. Hoe ga je dat vertellen? Dan kom je aan in de hemel. Hey, God, ik ben dood. En dan, God, hè? Hoezo, je bent dood? Ja, nee, gewoon tot iemand met zijn pik op mijn bek te zwaffelen en ik kon niks terug doen, want ik was een mens. Ja. Ik heb mooiere dingen, denk ik, hoe ik dood wil gaan. Maar ik loop weer vast. Leuk. Althans, er loopt niet vast. Oké, leuk. Het wordt avond. Het wordt haasten. Kom op. Oh, jij wil vechten. Hier. Oké, ik heb geen idee hoe moet ik vechten. Oh, ik moet die spin verslaan. Nou, de spin is niet verslagen. Ik heb voor Jan Lul gezocht naar alles wat ik heb gedaan. We gaan nog een keer kijken welke kant we op gaan. Die kant gaan we niet op. God damn it, ik heb mijn huis laatst nog gevonden. Dat klinkt echt wel heel wanhopig. Ik heb mijn huis laatst nog een keer gevonden. Hallo zombies. Oké. Gewoon rustig blijven, Bardo. Je huis moet hier ergens zijn. Waarom? Oké, het was een beetje op een buitenplekje. Moet ik wel zeggen. Het huis is een beetje... Ja, ik hou rekening met het huis, weet je wel. Ik heb liever niet dat mijn huis op een plek staat waar die liever niet wil staan. Ik vind het heel belangrijk dat mijn huis zich ook op zijn gemak voelt. Hoi schapen. Lekker chillen? Ja, nee, bij mij gaat het ook cool, man. Wel, zoek naar mijn huis. Heb jij mijn huis gezien? Oh, oké. Nee. Dat doen we niet. Dat doen we nu niet. Kom op, we gaan die spin een keer. Versta de spin. Kom op, doe het. Dit gaat goed. Het gevecht gaat goed. Bardo wint. Bardo heeft gewonnen. Oh yeah. Maar ik ben terug, ja. Waar zijn we jullie allemaal heen?
Oh, schaapje toch. Denk jij dat mijn huis daar zit? What the fuck? What the fuck is dat? Volgens mij moet ik daar niet heen. Volgens mij moet ik maken dat ik hier wegkom eigenlijk. Of niet? Zo. Ik heb het overleefd. Oké, dit is kut. Leuk! Ja, dat krijg ik nooit over. Ik word hier gewoon nog even gezwaffeld, terwijl ik daar dood ben. Wat een avontuur is dit. Alleen mijn huis. Kan Yvonne Jaspers hier niet heen komen ofzo? Dat ik aan Yvonne Jaspers ga vragen waar mijn huis is. Man zoekt huis. In plaats van broer zoekt vrouw. Opgerot allemaal. Ja, nee, dit is echt een druk bevolkt. Blijkbaar moet ik met die mensen daar geen ruzie hebben. Het enige wat ik nog altijd niet snap, en daar ben ik heel eerlijk over, zijn de creepers. Wat zijn de creepers? Ik heb iets gehoord over dat ze je huis opblazen. En dat het daarom kut is. Maar ja, dan weet ik nog steeds niet wat de creeper is. Kijk, het punt is waarom ik deze kant trouwens niet op ga. Dat ga ik nu wel doen. Oh, niet het water in. Ik ben bang dat daar ook iets is wat ik niet wil. Het punt is eigenlijk waarom ik deze kant telkens niet op ben gegaan. Is omdat ik me dit niet kan herinneren. Ja, maar Bardo, gedurende de hele video kan jij je niks herinneren. Je loopt daar telkens rondjes, droplul. Hoewel, dit kan ik me wel herinneren. Ik ben daar naar boven gegaan. Zit mijn huis dan toch hier? Kan het nog zo zijn? Nee, echt niet. Ik zie het niet. Nee. Ik ben toch niet zo ver weggelopen? Ik snap mezelf niet. Echt niet. Ik heb mijn huis op een plek neergezet. Zodat ik het makkelijk en simpel terug kon vinden. Ja, maar het maakt niet uit als jullie me doodmaken. Het enige wat ik wil is mijn huis. Ah, chill dan. Goddammit. Waar is hij nou? Wow. Wow, glijbaan. Ik heb toch geen idee waar ik heen moet. Oh, hallo. Leef nog. Wee. What the fuck gebeurt daar dan? Nou, het gaat in ieder geval niet lukken in deze video, jongens. Hartstikke bedankt voor het kijken. Geef deze video een groen duimpje als jij denk ik mijn huis in de volgende video wel terug ga vinden. Anders ben ik fucking hard de lul. Tot morgen. Morgen ga ik waarschijnlijk wel weer iets uploaden. Tot dan.